Goedemiddag allemaal. Ik ben wat eerder, maar goed, dat zal men niet erg vinden, denk ik. Zullen jullie niet erg vinden. Ik ben Koen Ras, ik ben dokter in Leiden. Dat is waar ik voornamelijk werk, maar ik ben ook hoogleraar en ook hoogleraar in de TU Delft bij de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen. Ik zal eens even kijken of deze het doet. Dat moet dan natuurlijk wel. Andere kant op. Ja, kijk. Een deel hebben jullie al gehoord. Dat is altijd het nadeel als je radiotherapeut bent en de behandeling van oogkanker doet. Want de oogspecialisten, dokter VU en dokter Luyten, weten natuurlijk heel veel van radiotherapie. Die doen ook een deel van het werk, kan ik u verklappen. Dus ik zit in een geweldige positie. Ik ben radiotherapeut, ik doe de behandeling, mag de rekening sturen en de oogarts doet een deel van het werk. Ideaal. Ideaal is dat. Nou, wat is dan bestraling eigenlijk? Hè? Want dat is de vraag die aan mij gesteld is. Oké, radiotherapie, wat is nou de rol van de radiotherapie, bestraling dus, bij het oogmelanoom? Nou, om te beginnen, wat is radiotherapie? Radiotherapie is energie. Energie druk je uit in joule per kilogram. Als je heel veel joule per kilogram straalt, dan kan je daar water mee koken. Maar dan ben je wel een paar dagen bezig. Dus het is maar heel weinig energie, maar het is energie die van een dermate energiedichtheid is dat je schade aan je cellen krijgt. Vergelijk het met zonlicht, dat zit in het ultraviolet, dat zit aan de bovenkant van wat wij kunnen zien. En als je dan doorgaat, dan krijg je radiogolven. En als je dan doorgaat, krijg je röntgenstraling en nog veel hogere. En dan zitten wij in de mega-elektronvolt. Nou, dat is een miljoenen volts. Dus de deeltjes, de elektronen of andere dingen, de fotonen waar wij stralen, hebben behoorlijk wat energie. En omdat ze zoveel energie hebben, brengen ze schade. Zonlicht doet dat ook. Duurt een tijdje. Maar ja, hierbij zitten mensen die daar de nadelen van hebben ondervonden. Oh, je kan daar melanoomkanker van krijgen. Niet overigens het oogmelanoom, voor de helderheid. Maar het brengt schade met zich mee. Schade aan het DNA. Nou, daar kunnen wij als mensen redelijk goed mee omgaan. We hebben reparatiemechanismen. Dat zijn er een heleboel. Een aantal reparatiemechanismen. En dan wil het toeval dat kankercellen eigenlijk ontspoorde cellen zijn. Ze houden zich niet aan de grenzen, ze groeien maar door, laten los, gaan ergens anders ook weer groeien. Dat is eigenlijk het hele wezen van kanker. Dan kun je je voorstellen, als je zo'n ontspoorde cel bent, dat je eigenlijk geen gereedschappen meer hebt. Die gereedschap is gewoon helemaal een wanorde. Je kan totaal niet meer dit boel repareren wat je normaal wel kan doen. Kortom, die straling die brengt nog steeds schade, ook overigens minder, maar ook overigens aan normale cellen. Dat heet bijwerkingen. Ook aan normale cellen, maar die kankercellen kunnen zich niet herstellen. Omdat ze maar een hele beperkte gereedschapkist en maar gewoon door willen gaan met groeien. Kortom, straling werkt als een gericht medicijn op, in dit geval, oogmelanoom natuurlijk. Nou, DNA wordt dus beschadigd. Het is vooral DNA, niet helemaal, maar ja, dat voert wat ver natuurlijk. Kankercellen herstellen zich dus slechter dan normale cellen. En radiotherapie kan je op verschillende manieren doen. Fotonen, dat is eigenlijk de bulk van het werk. U ziet, er zijn ongeveer 120.000 nieuwe kankers per jaar. Ja, ik liever niet hoor, maar het is wel zo. En dan ongeveer 80.000 van die mensen worden bestraald. Ergens in hun oncologische carrière. Dat wisselt een beetje met de ontwikkeling van andere dingen. Bestraling wordt wat anders. Nou, maar het is ongeveer dat waar je aan zit. Dus kun je met fotonen doen, dat is de bulk eigenlijk. Elektronen wordt ook wel gedaan voor oppervlakkige dingen. Protonen, dat is wat we vooral bij de oogmelanoom doen. En in Rotterdam doen ze dat ook met fotonen. Wij doen dat niet in Leiden, want daar kom ik vandaan. In Leiden doen we dat niet. Daar doen we het uitwendige bestraling alleen met protonen. Maar de meeste mensen met een oogmelanoom zitten in een redelijk beperkt grootte van het oogmelanoom, zonder uitzaaiingen. En dan kan je brachytherapie doen. Nou, kortom, voor het oogmelanoom heb je drie smaken, eigenlijk twee, want protonen en fotonen zijn allebei uitwendige bestralingen. Je brachytherapie, uitwendige bestraling, of je kan het oog eruit halen. Nou, dat heeft dokter VU, als het goed is, ook verteld. Kijk, dit doe ik nou op het goede. Ja. Lokale behandeling dus. Dat betekent dus dat je het moet richten. Ja, lokaal. Heel lokaal. Oog is ongeveer 2,5 centimeter in doorsnede. Sommigen van u hebben 2,6. Maar dat was wel ongeveer de spreiding die erin zit. 2,5 centimeter in doorsnede. En dan heb je het over tumortjes, zeg ik letterlijk. Ik bedoel, het is wel een belangrijk. Als je het hebt, liever niet hoor. Maar het is niet groot waar je het over hebt. Je hebt het over zoiets. Ja, dat doet de gemiddelde radiotherapeut als het ergens anders zit. Doet hij daar niet moeilijk over. Als dat in de borst zit, dan heet dat een T1A. Echt aan de linkerkant, aan het beginstand van het geheel. En hier begint het al gauw wat groter. Maar dat komt dus omdat het zit in een klein orgaan. En het orgaan dat heeft daar gewoon last van. Radiotherapie is lokaal genezend. Dat is belangrijk. Genezend in die zin dat je de kanker daar lokaal wegkrijgt. Zit de kanker ergens anders, dan doet radiotherapie er niet veel. Tenzij je de radiotherapie erop richt natuurlijk. Kan ook, maar speelt in de oogmelanoom maar een klein onderdeel. Dus het is eigenlijk, als je het hebt over de plaats van de radiotherapie bij het oogmelanoom, dan is dat lokaal. Met de tumor in het oog. Vooral in het geval er geen uitzaaiingen zijn. In essentie, je kan het natuurlijk ook doen als er wel uitzaaiingen zijn. In enkele gevallen doen we dat ook. In overleg met de patiënt natuurlijk. Maar meestal zijn het mensen bij wie al die screening, waar ook de Luyten het over gehad heeft, die screening negatief is geweest. En dan kies je een behandeling. Nou, dat kan dus radiotherapie zijn. Lokaal dus genezend. En wat kan je doen? Kijk, zit ik toch weer verkeerd. Wat kan je doen? Het scheelt eigenlijk niet zoveel of je chirurgie, dus het oog eruit haalt, of een bestraling. Natuurlijk wel dat je je oog houdt. Dat is een redelijk evident verschil. En er zijn, als je de IKNL-getallen moet geloven, dit zijn de getallen van 2019, ongeveer 240 nieuwe gevallen van u. Dus ik neem aan dat u vooral oogmelanoom heeft. Dat heb ik niet gevraagd, maar laat ik daar even van uitgaan. Per jaar. Dat is zeldzaam, want dat is 0,02% van het geheel aan kankers in Nederland. Dat is dus niet zoveel. Nou, straling is gericht ook. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Zo dan. Zo. Ja, beter. 240 nieuwe oogmelanoom per jaar. 120 daarvan krijgen brachytherapie, orde grootte. Het wisselt een beetje, maar houd nou dus in de verhouding daar ongeveer op. 50 van die mensen krijgen protonen. 6 tot 10 krijgen fotonen in de Rotterdamse orde grootte 6. En de overigen, de rest, krijgt een enucleatie. Om wat voor reden dan ook, daar kan ik het zo direct, ga ik het zo direct over hebben. Of geen lokale behandeling vanwege voorkeur of dat het uitgezaaid is en het niet nodig is omdat je uitzaaiingen hebt, et cetera. Of het wordt afgewacht. Omdat je denkt, nou het groeit heel langzaam, laten we het afwachten. Dat kan ook. Nou, dus brachytherapie, welke behandeling, wie kan welke behandeling krijgen? Hè? Dus de rol van de radiotherapie. Ik heb al gezegd, radiotherapie is een lokale behandeling. En in het geval van het oogmelanoom betekent lokaal in het oog of bij het oog. Nou, wie kan welke behandeling krijgen? Wat maakt nou dat je welke behandeling krijgt? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want ik heb u gezegd, die brachytherapie, of de grootste gedeelte van het geheel, dat is de brachytherapie, dat werk wordt eigenlijk door de oogartsen gedaan. Ik sta niet op die OK, ik lever een koffertje af met de juiste plaks met ruthenium erin. En ik zeg tegen de oogarts, nou je wil het op 6 mm hebben, nou dan moet het er 2 dagen in zitten. En je moet het er zaterdagochtend om 9 uur uithalen. Nou, zegt hij, dan wacht ik nog even met de operatie, want dan kan ik uitslapen. Hè? Dan kan je het om 11 uur eruit halen. Dat is dan beter. Zo, op die manier gaat dat dan. Dus, brachytherapie, ja, dat zijn schildjes. Die schildjes moeten wel passen. Je kan die schildjes niet te groot maken. Want ja, dan wordt het wat onhandig. Dus het moet redelijk klein zijn en het moet ook niet te dik zijn. Want brachy, de Latinisten of degenen die Grieks onder u gehad hebben, brachy betekent kort. Kort therapie. Korte therapie, brachytherapie, korte straling. Niet ver weg dus, dichtbij dus. Brachytherapie, dichtbij therapie. En dichtbij definiëren wij als, waar zit die? 7 mm. Daar staat hij. Dus dikker dan 7 mm. Ja, je kan wel eens tot 8 gaan. Het is natuurlijk geen scherpe grens. Het is een beetje een grens, maar wij doen het op 7 mm. Dat is hebben afgesproken. Hoe komt dat nou? Want je wil de top van die tumor bereiken. En hoe verder die top weg is, hoe harder dat ding moet stralen, hoe meer er op de rand van het oog komt. En op een gegeven moment komt er gewoon te veel op de rand van het oog. Dus daarom die 7 mm. Dan zeg je van, nou, laat ik tot 3 dagen zitten. Ja, dan ben je je oog aan de buitenkant kwijt. Niet altijd, hè. Het hangt er vanaf. Want die brachytherapie, dat gaat langzaam, neemt dat af. Dus aan het einde van de levenstijd van zo'n brachyapplicatie zit je wel een aantal dagen eraan vast. Krijg je dezelfde dosis, hoor. Alleen het gaat langzamer, dus moet je langer blijven liggen. Dat is wat er dan gebeurt. Brachytherapie dus voor de meeste, 120 per jaar. Dus de bulk van de helft orde grootte, maar van de lokale behandeling is eigenlijk brachytherapie. Nou, dat heeft de grootste kans op behoud van een functioneel oog. Functioneel oog is, je kan de kranten mee lezen. Of je kan ermee aankijken. Je kan zien wat er in je omgeving gebeurt. Functie van het oog is kijken. Dus dat levert de grootste kant van een functioneel oog. Komt natuurlijk ook omdat het de kleinste tumoren zijn. Dus het zit niet alleen aan de brachytherapie. Het zit natuurlijk ook omdat de selectie goed is. Nou, protonen, dat is wat wij ook doen. Eigenlijk heel, even een stap terug. Als je het oog wil behouden, dan moet je het dus met radiotherapie doen. Dat is even de kern. Geen radiotherapie, geen behoud van het oog. Daar komt het eigenlijk op neer. Behalve dan als het experiment van dokter VU slaagt. Hè? Maar ja, dat weten we niet. Dat zou kunnen. Protonen, dat kan alleen in het Holland-PTC. In Nederland dan. Hè? Je kan ook naar Nice vliegen. Of als je graag naar, of met de trein naar Nice. Dat is nog beter, denk ik. Je kan met de trein naar Nice of naar Zwitserland. Kan ook. Daar kan je het ook krijgen. Je kan het in Engeland. Er zijn wel meer centra. Berlijn kan het ook. Pardon? Ja, Boston kan ook. Ja, dan wordt vliegen toch wel erg ernstig aanbevelenswaardig. Maar het kan. Dus er zijn meer centra. Maar in Nederland en omgeving is dat alleen Holland-PTC. Delft staat dat. Dat staat in Delft bij de Technische Universiteit. En dat is een protonencentrum. Daar wordt oogmelanoom bestraald en andere protonenbehandeling. He, dus voor slokdarmkanker, voor borstkanker, voor KNO-kanker. Nou, alle soorten kanker worden daar behandeld, maar dan wel alleen met protonen. Dus dat is dus bij grotere tumoren, eigenlijk dus meer dan 7 mm, meer dan 16 mm breed. En dat is belangrijk, degene die dichter bij de oogzenuw zitten. Want zo'n schildje, dat is dus een schildje, er zit een kleine ronding in, hè, want het moet op het oog passen. Nou, je ziet het oog, moet een beetje passen, kleine ronding in. Je plaatst dat daar waar die tumor zit. De tumor zit aan de binnenkant, buitenkant plaats je het ding. Ja, als dan die oogzenuw in de weg zit, gaan een beetje wringen. En als je de volle dosis op de oogzenuw hebt, dan kan je eigenlijk beter het oog tegelijk uithalen. Dat heeft geen enkele zin, want dan knel je de oogzenuw af, gaat het oog eraan. Nou, de kanker kwijt, oog ook. Nou, dus dat werkt niet. Kortom, brachytherapie kan je doen als het niet te dik is, niet te groot en niet te dicht bij de oogzenuw is. Dus wat hou je over voor de protonen? Ja, de rest. En wat hou je daarna over? Dat zijn de mensen, de ogen waarbij er een te groot risico is. Het is te groot, er zijn bloedingen, er zijn al complicaties, er is een verhoogde druk. Van allerlei dingen kunnen zijn waar je zegt van ja, we krijgen die kanker wel weg als we daar met protonen gaan bestralen, maar het wordt alleen maar ellende. Dus het heeft geen enkele zin. Of als de patiënt zegt, ja, hoor eens even, ik heb helemaal geen zin om naar Delft te gaan. Dat wil ik niet. Ik wil er gewoon vandaag af. Ik geloof niet in radiotherapie. Kan. Ik wil chirurgie, het moet eruit. Dat voel ik me veel beter uit. Dat kan ook. Maar dan ben je natuurlijk wel je oog kwijt. Er zit een kunstoog in. Maar is een keus. Kankergewijs geen slechte keus. Ook geen betere keus. Maar het is wel een keus. Je bent er wel sneller vanaf. Dat is natuurlijk kan een voordeel zijn als je dat wil. Nou, enucleatie dus. Zo heet dat dan indien de voorkeur van de patiënt heeft. Ik zeg het een beetje, het staat daar niet helemaal lekker, moet ik toegeven. Maar in het geval van voorkeur van de patiënt, dan is dat natuurlijk een ding. Bij uitzaaiingen kan je het doen, omdat je dan niet wil dat je een wat langer traject hebt met die protonen en dergelijke of andere dingen. Of als het ook niet meer te redden is. Dat zijn eigenlijk de overwegingen. Het is een beetje shared decision making, maar op een gegeven moment er zit wel een grens aan wat je met protonen kan doen. Soms moet je het gewoon echt niet doen. Maar de meerderheid dus, 120 plus 50 is 170, hou je er zo'n 70 over, ordegrootte, waarbij je of het oog niet behandelt of een enucleatie doet. Dat is grofweg de rekensom. Dus de meerderheid, daar kunnen we het oog behouden. Nou, lukt dat dan? Dat is dan even de vraag. Nou, ik zal u wat grafieken laten zien. Oh, deze dus. Dit is de incidentie, oogmelanoom in 1990, 140... 2019, 239. En dan denk je, holy shit, dat is echt een toename. Maar ja, we worden met z'n allen ouder en dit zijn de normale dingen. Hier komt die 120.000 vandaan. En het is 0,2%, een zeldzame tumor dus, van al die kankers die dan een oogmelanoom zijn. En dat is gewoon ongeveer constant. Daar zit niet heel veel verschil. Je kan zeggen dat het naar beneden gaat, maar ik geloof dat is ook niet echt wat je moet zien, denk ik. Grofweg dezelfde incidentie. We worden gewoon met z'n allen ouder in deze. En hoe zit dat dan in? Deze grafiek kan je zien, hoe zit dan de verdeling? Nou, de diameter, dit is 0. Nou, niemand heeft 0 mm natuurlijk in diameter. 1 mm, ja, dat is ook heel zeldzaam. 2 begint al heel zeldzaam te worden. En hoe roder, hoe vaker het voorkomt. Dus de meeste mensen, tot aan 16 mm, die krijgen een ruthenium. Hoe dikker het wordt, hè, dan komt die 7 mm weer. Ja, dan ga je langzaam richting de protonen hier. En als het echt groot en dik wordt, dan zit je in de enucleatie. Maar dit heet een heatmap. En hoe roder, hoe vaker het voorkomt. Kortom, hier zie je ook terug dat dit is waar de meeste mensen en het meest voorkomende zitten op iets van een centimeter en een millimeter of 3, 4 dik. Dat is wat de meeste mensen, daar zit het centrum van wat de mensen aan oogmelanoom hebben. Nou, als je dan verder kijkt, brachytherapie, hier heeft dokter Vuurt ook al even over gehad. Maar in essentie is voor de brachytherapie, voor de protonen van anderen, is allemaal hetzelfde. Je hebt een stagering, dat is vooral werk van de oogarts. Daar komt nog de radioloog bij met een MRI en een lever en nog het onderzoek. Dat is het dan, een echo van de lever, pardon, ik zeg het verkeerd. En wij in Leiden doen dan ook een MRI van het oog. Afhankelijk van de grootte van het geheel. Plaatsen van een brachytherapie is onder narcose. Doet de oogarts. U zegt, ik stuur de rekening, oogarts doet het. Ideaal. Blijft een paar dagen zitten, dat wisselt dus. Als je een oud schildje hebt tussen aanhalingstekens, ja, dan straalt hij niet zo hard meer. Is het lampje een beetje uit en dan duurt het langer voordat je de totale dosis hebt gehad. De oogarts haalt het op een specifieke tijd eruit en dan kunt u naar huis. We hebben een tijdje gehad dat u in een hotel kon verblijven. Nou, dat werd wat ingewikkeld, verzekeringstechnisch gezien, voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraars. Ik hoop dat het nog een keertje kan, want dan zou het natuurlijk wel veel makkelijker zijn. Maar goed, of vooralsnog niet. De nakontroles zijn vooral in het EOMC in het begin. Daarna kan dat geleidelijk aan steeds meer in de buurt. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dan, protonen. Dat gebeurt dus in het Holland-PTC. Stagering is hetzelfde, maar daar heb je dus een diktere tumor. En dan kies je voor protonen. En wat is het nou? Het protonen is gericht. Dat betekent dat wij een baken moeten hebben. Nu ben ik in de beurt. Een baken moet hebben waar ik naartoe moet. Nou, weer doet er schakelijk de oogarts in. Dokter Luyten, die was zijn handen. En die plaatst dan een aantal clips rondom de rand van die tumor op het oog. Je moet je voorstellen, nou, je kan dat opereren. Je kan dan aan de achterkant een drietal, viertal, meestal een viertal aantal clipjes plaatsen. En je naait dat altijd weer netje weer dicht. Je wacht een tijdje, is allemaal tot rust gekomen. En vervolgens ga je naar het protonencentrum. En dan zie je mij of een van mijn 2 collega's. We doen met z'n 3, dan spreek je nog wat. En dan ga je mee naar de ruimte waar de bestraling plaatsvindt. Dan ga je zitten in een stoel, krijg je een masker, een biteblok. Daar is zo'n tandafdruk die je ook bij de tandarts ook krijgt. Allemaal bedoeld om rechtop te blijven zitten. Zet je daar zo, en dan kijk je naar een lampje. Kijk je naar een lampje en dan maken wij een röntgenfoto. En dan zien we die clips op die röntgenfoto. Want ja, die heeft ook de Luyten geplaatst. En dan vervolgens, of dokter VU, ik bedoel, er zijn er nog wel meer die doen. Maar laten we dat maar. Nou, dus dan kijk je een beetje naar rechts. En dan draai je die clips de andere kant op en kijk naar links. Hop, dan draai je die clips weer de andere kant op. En dan kunnen wij kijken hoe u kijkt, hoe makkelijk u kijkt, hoe makkelijk u naar links, rechts, voor of anderszins kijkt. En kunnen wij bekijken of het verstandig is om rechtuit te kijken en dan te stralen. Want die bundel komt altijd van voren. Het is een technisch verhaal, maar het komt altijd van voren. En dan draai je het oog dus en dan komt hij dus een beetje van de zijkant. Ja, omdat je je oog draait. Nou, dan komt hij ook van de andere kant of een beetje zo. Alles om te doen van, oké, hoe kunnen we nou wel die tumor stralen en zo min mogelijk van het oog zelf. Nou, daar zijn we een paar dagen mee bezig. Komt u voor de echte bestraling en dan 4K achter elkaar krijg je bestraling. En dan eindig je met een wat rood oog, want het is geïrriteerd. Die bestraling geeft wat bijwerkingen, wat allerlei andere dingen. Maar dat is het eigenlijk wel. Ik denk, nou, verder heeft dat ding wel aangestaan, want je merkt er verder helemaal niks van. En dan krijg je daarna de controles in het LUMC of het Erasmus MC. En later, als het allemaal wat meer rustig, dan kunnen er ook dingen, injecties ook in het oog gedaan worden, die dan in de buurt gedaan worden. Maar in het begin is allemaal in het LUMC. Nou, fotonen is eigenlijk vooral hetzelfde, maar gebeurt vooral in het Erasmus MC. Wij in Leiden doen dat niet, omdat we ons gefocust hebben op het in de lucht krijgen van de protonen, die we sinds januari 2020 doen. Nou, wat levert dat dan op? Resultaten levert dat op, uiteraard. In verhouding, dit is onder dankzegging van Lennart Porsch, promovendus bij ons. Die heeft het allemaal uitgezocht. Het werk, nogmaals, is vooral gedaan door de oogartsen. Die plaatsen het, nou, we zoeken het uit, wij leveren die schildjes. Maar het is een teamwerk. Met het Leiden Ocular Tumor Center doen we dat met z'n allen. Vrouwen, links-rechts, het maakt allemaal niks uit. Mannen, vrouwen, links-rechts, ongeveer hetzelfde allemaal. Kleinere tumoren natuurlijk, hè, daar had u het net over. Ops, dat is te vroeg, wat ik nu doe. Kleine tumoren, T1, dat is de meeste, hier T2... en de T3 komt daar zelden eigenlijk in voor. Soms is het wel gedaan, maar de meeste kennelijk niet. En als je dan kijkt naar de resultaten van het oogbehoud... een van de belangrijke dingen die uit onze enquête bleek... dat u dat vooral wil. Wat is het belangrijkste? Nou, uiteraard overleven, dan oogbehoud... en daarna, ik wil er graag ook nog wat mee kunnen zien. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Nou, de kans dat het niet goed gaat is dus niet zo hoog. Dit is 0. Dus dat gaat alles goed. En na 10 jaar zijn er een paar waar dat ook niet goed gaat. Maar de meesten, verreweg de meesten, gaat het eigenlijk prima. De oogbehoud is volledig intact. Visus gaat wat minder goed. Zicht is dat dan, hè? Groen is goed, rood niet. Want dan heb je een visus van een 10e. En dat worden wel hele grote letters. Daar kan ik al niet meer mee lezen. En dan zie je dat het hier... Er zijn natuurlijk mensen die in het begin al last hebben. Want ja, waarom weet je dat je een oogmelanoom hebt? Vaak is dat, nou, dat is al de derde bril en het werkt niet. Nou, dus groen, rood. Maar je ziet dat het na 5 jaar toch ook wel echt de goede zien... nou, ongeveer op de helft zit. Maar dit zijn nog wel degelijk dingen waar je prima wat aan hebt... Om mensen te herkennen, om het stereobeeld te hebben... om het verkeersbeeld te kunnen hebben, et cetera. En dit is het scherpe zien. Dit is niet per se het perifere zien. Perifere zien is weer een hele andere maat. Dat kunnen we wel meten, maar hebben we geen goede getallen van. Wel belangrijk, denk ik. Kortom, hier zie je wel wat resultaten van de protonen. Als je kijkt, ik heb een wat andere grafiek... maar die ziet er eigenlijk zo uit. Eigenlijk moet je naar deze kijken. Dit is de kans, 80% kans... dat je oog behouden blijft. Dat is dus slechter dan met brachytherapie. Ja, doe mij dan maar brachytherapie. Ja, maar hoor eens even, dat komt gewoon omdat het grotere tumoren zijn. Grotere tumoren die we voor 2020 vooral opereerden. Eruit haalden. Sinds 2020 kunnen we die ook behandelen. En je ziet dat dat resultaat heeft. 80% behoudt het oog. En het zijn vooral de grotere... Stadium 3, T-stadium 3, dat is dus niet stadium 3... maar dat is de grotere tumoren. Daar is waar je de eventuele meer complicaties krijgt. De bloeding, anderszins een reden om het oog. Dus het zijn zelden, eigenlijk nooit, maar zeer zelden... is het dat de kanker terugkomt. Het zijn eigenlijk altijd, omdat de tumor te groot was... er bloedingen ontstaan, er oogboldrukproblemen zijn... die maken dat je het oog moet verwijderen... omdat het te veel klachten geeft en het niet goed te behandelen is. Maar goed, dit is het resultaat. Dus als je met protonen gaat... is de gemiddelde kans dat je je oog behoudt ongeveer 80%. Ietsje meer, maar daar heb je het dan over. Belangrijk om te weten in je keus. Als je kijkt naar visual impairment... dat is dus slecht zien in dit geval. Severe, dat is dus die... dan zie je dat ook snel... maar er zijn dus 40% of 60% moet ik zeggen... die slecht gaan zien. 40% heeft dat niet. Dan gaat dat meteen. Nee, dat zie je wel. Binnen een jaar of 2 zie je dat ontstaan. Dus je zit binnen 6 jaar een behoorlijke deuk... naar beneden gaan in de visus. Kunt u het nog zien? Zal die testen? Ja. Maar dat kan. Maar je ziet dus dat hij duidelijk naar beneden gaat, ook al in een half jaar. En daarna nog wat naar beneden gaat. Maar de grafieken, ook hier weer, zijn slechter dan wat je met de brachytherapie hebt. Gewoon omdat het grotere tumoren zijn. Nou, we proberen daar nog wat aan te doen. Eén ding nog eventjes. Verwacht niet dat als je... na de behandeling bij de oogarts komt... bij dokter Luyten of dokter VU... van nou, die gaan maar eens even zeggen of de behandeling geholpen heeft. Dat kan je eigenlijk niet zien. Het duurt een tijd. Dit is op 0, dat is dus start van de behandeling. En dan gemiddeld zit je ergens hier op 9 mm bij de protonen. Ja, dan na de behandeling, 3 maanden na de behandeling, ja, dan zit je dus op net onder de 8. Dat scheelt eigenlijk niet veel. Het duurt dus heel lang, ongeveer 2,5 mm per jaar, voordat zo'n oog naar 0 gaat. En velen gaan eigenlijk helemaal niet naar 0. Je blijft vaak wel wat zien. Dan wordt het een litteken en dan wordt het wat onhandig om dat te zien. Dus wij als team zijn tevreden als het niet groter wordt. In het begin kan het zelfs nog ietsje groter worden door eudeem of andere dingen. Maar verwacht niet dat het echt snel klaar is. Het duurt gewoon een hele lange tijd. Heel langzaam gaat dat naar beneden. Nou, kortom eigenlijk, dit is mijn enige boodschap. De grootte en de voorkeur van de patiënt is bepalend voor de keuze van de lokale behandeling. En de volgorde die wij kiezen is brachytherapie, protonen. En als dat allemaal niet kan, of de patiënt het niet wil, u het niet wil, dat we dan overgaan tot een enucleatie. Ik dank u voor uw aandacht en graag beantwoord ik vragen.